Weegschaal, welkom bij jullie reading voor de maand april 2023, gericht op liefde. We gaan kijken welke boodschappen er voor jullie tevoorschijn mogen komen. En dit is voor iedereen die weegschaal in zijn zon, maan of ascendant heeft. Het kan en zal niet voor iedere weegschaal resoneren. Het is een algemene reading voor het collectief. Dus neem alleen datgene mee wat je herkent, wat resoneert en laat de rest los. Laat het voor iemand anders. Is het niet je reading, dan is het simpelweg niet je reading. Universum, engelen, wat is de boodschap als het gaat om liefde voor het sterrenbeeld weegschaal? In de maand april 2023, 3 kaarten alstublieft. Voor het sterrenbeeld weegschaal. 3 kaarten voor het sterrenbeeld weegschaal. En weegschaal, ik heb de kaarten net voorgeschud. Het kan zijn dat je je op dit moment terugtrekt. Zit met verdriet, teleurstelling over een connectie die verbroken is. Als eerste kaart hebben we, ja, retreat, terugtrekken. Het is tijd om je terug te trekken van de wereld. Wat mogen we nog meer ontvangen? Dan hebben we soulmate energie. Ja, dit is jouw soulmate. Ja, dit is je soulmate. Het kan zijn dat je iemand nieuw hebt leren kennen of op dit moment aan het leren kennen bent. Tijd samen doorbrengen. En dit kon wel eens een soulmate zijn. Laat de controle los. Je wil de controle houden in een situatie, maar laat deze situatie zich op een natuurlijke manier ontwikkelen. Probeer de controle los te laten. En die controle komt voort uit pijn, verdriet, waar je nog aan vasthoudt uit het verleden. Ja, deception, misleiding. Kan zijn dat je misleid bent. Iemand draagt een vals zelfmasker in deze relatie. Dus kijk hoe dit resoneert met jouw situatie, weegschaal. Het kan jij zelf zijn die een ander masker opzet. Uit zelfbescherming wellicht. Wat mogen we ontvangen van de Whispers of Love voor sterrenbeeld weegschaal? De Whispers of Love. Wat is de boodschap voor het sterrenbeeld weegschaal? Voor de maand april 2023. April 2023, sterrenbeeld weegschaal, universum. Sterrenbeeld weegschaal. Wat is de boodschap op het gebied van liefde, relaties voor het sterrenbeeld weegschaal? Drie kaarten alsjeblieft voor het sterrenbeeld weegschaal. Nou, weegschaal, het duurt even. Oh, en dan komt er een. Love endures. Dus liefde blijft volhouden. Liefde geeft niet op. Liefde verliest geen hoop. Liefde is hoopvol. En weerstaat elke situatie. Dus de liefde blijft voortbestaan. Ook al zou je een tijdje terugtrekken met die retreat kaart. Je hebt te maken wellicht met een soulmate, dus ben niet bang. De liefde blijft bestaan. Wat is nog meer een boodschap voor het sterrenbeeld weegschaal? Wat is nog meer een boodschap voor het sterrenbeeld weegschaal? Als het gaat om liefde. Ja, take a chance on love. Dus neem die kans op liefde. Wanneer we lief hebben, zullen onze levens voor altijd veranderen, is de boodschap. En dan nog 1 kaart. Dus durf die kans die je wellicht geboden wordt, kans op liefde aan te grijpen. En dan actions speak loudly. Dus acties spreken. Uit je liefde door acties, door gebaren. Dus niet alleen door praten, maar laat het zien. Door gebaren, door acties. En onder het dek hebben we de kaart like attracts like. Wanneer je meer liefde wil in je leven, dan zorg dat je meer liefde geeft. Ben meer liefdevol. Dan zul je ook meer liefde ontvangen, weegschaal. En dan gaan we de engelen antwoordenkaarten schudden. Jullie mogen een vraag in gedachten nemen. En heb je geen vraag, gaan we gewoon kijken wat is de boodschap op het gebied van liefde van de engelen voor jullie. Weegschaal. Engelen, wat is de boodschap voor het sterrenbeeld weegschaal? Communiceer helder, is jullie antwoord. En is de boodschap voor de maand april?
communiceer helder. En onder op het dek hebben we de kaart overvloed. Wauw, overvloed. Een hele mooie kaart om te krijgen, zeker in een liefdesreading. We gaan kijken wat de tarot voor ons heeft, weegschaal. Voor jullie heeft. Kijk, en de staven 4. Een relatie naar een volgend level tillen. Succes behalen, gelukkig zijn. Ja, een volgende stap nemen. En dit is een kaart van wensvervulling. Stabiliteit, iets opbouwen. Een stabiele basis. Dit kan staan voor je huis, dit kan staan voor stabiele relaties. Kan zelf staan voor het huwelijk. Een verloving. Dus we gaan het zien. Universum, wat is de boodschap voor het sterrenbeeld weegschaal voor de maand april 2023? Drie kaarten alsjeblieft. Drie kaarten voor het sterrenbeeld weegschaal. Drie kaarten voor het sterrenbeeld weegschaal. April 2023 op het gebied van liefde. Het gebied van liefde. Een overwinning, aandacht. Weegschaal. Je komt in het middelpunt te staan. Het kan zijn dat je zelfs meerdere opties hebt. Van meerdere mensen aandacht krijgt. Gematigheid. Heb geduld. Een kaart van balans. Ook een kaart van engelen die over je waken. Die je beschermen. Met de gematigheid. Dit kan ook staan voor een twin flame. Een soulmate energie. Wat nog meer? Wat mogen we nog meer ontvangen? Ja, de zwaarde 3. Dit was de kaart die ik ook tijdens het voorschudden zag. Pijn, verdriet, een gebroken hart. Teleurstelling kan te maken hebben met bedrog in liefde. Dit is iets wat je moet loslaten, maar waar je op dit moment nog mee zit. Je bent wellicht aan het healen nog van een connectie die beëindigd is. Met de gematigheid kaart is een kaart van helende energie. En dit is iemand die actief bezig is met healen met de gematigheid. Het rustig aandoen. Een tijd van kalmte. Tot rust komen, je terugtrekken. Werken aan jezelf. Persoonlijke ontwikkeling staat hier zwaarde 3 voor. Wat nog meer voor weegschaal? Weegschaal. Wat mogen we nog meer ontvangen voor het sterrenbeeld weegschaal in liefde? De koningin van staven. Ram, leeuw, boogschutter energie. Je kunt te maken hebben of krijgen met een koningin van staven. Dit kan ook je eigen energie zijn. Weer werken aan meer zelfverzekerd zijn. Er weer staan. Een doel voor jezelf voor ogen hebben. Weten wat je wil. Je hierin vastbijten. We gaan zien waar dit mee te maken heeft. Ja, een lange weg gegaan met de staven 9. De gewonde strijder die maar niet opgeeft. Je hebt heel veel gegeven in een connectie. En ja, dit heeft je uitgeput met die staven 9, heel veel verantwoordelijkheden dragen. En dit is ook een energie van een situatie of een persoon niet vertrouwen. Met de staven 9 je muur omhoog hebben. Doordat je zoveel verdriet, pijn is aangedaan, je hebt je muur omhoog. En wellicht een nieuwe relatie, een nieuwe connectie, je vertrouwt het niet helemaal. Je durft je niet open te stellen, want je zit nog in die energie van healing. Maar kijk, dit is hetgene wat je tegenhoudt met de duivelenergie. De duivelenergie staat voor blokkades, dingen die je tegenhouden. Maar ook een bepaalde verleiding. Je kunt in een ongezonde connectie hebben gezeten. Maar dit is wat je achter gaat laten. En dit is een hele zware emotionele reis. Kelke 8 bij jezelf beseffen, het is nu tijd om het verleden achter me te laten. En je hebt heel hard gewerkt aan jezelf met die kelke 8. Met de gematigheid kaart hier. Je bent nog steeds aan jezelf aan het werken, heb ik het gevoel. Waarom ligt hier de staven 9? Staven 9, de gewonde strijder. Maar iemand die blijft volhouden. Iemand die niet opgeeft. En dit wordt verklaard door de kelke 9. Weer een 9. Nog een kaart voor de staven 9 voor het sterrenbeeld weegschaal. Staven 9. Waarom ligt hier de staven 9? Kelke 9 is een kaart van
Werk aan je eigen geluk, wensvervulling. Je gelukkig voelen, je emotioneel weer in balans voelen. Dankbaar zijn voor alles wat je om je heen hebt. Maar je kunt ook te maken hebben gehad met iemand die aan zichzelf dacht. Met die kelken 9. Iemand die het prima vond. Iemand die misschien de bloemetjes buiten zette. Ja, we hebben hier een dwaas liggen. Dit heeft ook te maken met een nieuwe frisse start. Loslaten van oud verdriet, oud zeer. Een gevoel van alleen zijn, buitengesloten zijn. Iemand heeft je buitengesloten. Iemand heeft je achtergelaten wellicht. Iemand heeft aan zichzelf gedacht. Iemand is zelf een nieuwe start begonnen. Ja, dit is een gevoel van eenzaamheid. Er mist iets in mijn leven. Het is nu tijd om verder te gaan. En deze situatie achter te laten. Iemand die niet datgene geeft wat je verwacht van een relatie. Waarom ligt hier de gematigheid? Maar ik zie je ook vastbesloten om inderdaad hier doorheen te komen en een nieuwe start te maken. Waarom ligt hier de gematigheid? Wauw. De gematigheid, een kaart van healing, wordt verklaard door de ster. Wederom een kaart van healing. En hoopvol zijn voor de toekomst. Wensen hebben, ergens op hopen met die sterkaart. En ook weer geven en nemen. Kijk, beide hebben de kelken in hun hand. En zij neemt het water hier en giet het weer terug naar de aarde. En andersom hier wordt ook het water van de ene kelk in de andere gegoten. Healen, emotionele balans vinden. De gematigheid en geduld hebben. Wauw, de koningin van kelken. Iemand die zijn emoties koestert. Of het nu verdriet is of vreugde. Deze koningin koestert haar kelk waar ze al die emoties, dat water in bewaart. En dit is iemand die heel spiritueel, heel helderziend, heldervoelend kan zijn. Dus ik heb het gevoel dat jullie echt aan jezelf aan het werken zijn. Weegschaal. We hebben waterman energie. We hebben boogschutter energie. We hebben ram energie. En vuurenergie. Waarom ligt hier de zwaarde 3? De zwaarde 3 voor weegschaal, universum. Ja, en weer een kaart van terugtrekken. Innerlijke rust vinden. Innerlijke vrede vinden. Ja, voor jezelf voelen. Waar komt de stress vandaan? En dit aanpakken. Dit is mentaal uitgeput zijn. En ik heb het gevoel dat jullie zowel fysiek als mentaal uitgeput zijn. Met die staven 9. Maar door blijven gaan. Maar vol blijven houden. Ondanks alles wat je meegemaakt hebt. Een periode van sterker worden. Het is waarde 4. Nadenken over een situatie. Waarom ligt hier de zwaarde 3? Nog een kaart voor de zwaarde 3. Voor weegschaal. De zwaarden 3. De zwaarden 3. Waarom ligt hier de zwaarden 3? Kan te maken hebben met een koning van zwaarden, tweelingweegschaal waterman. Iemand die eigenlijk heel koud en kil was in jullie connectie. Iemand die ook niet wil veranderen. Emotioneel niet gaf in een connectie. Maar dit kan ook je eigen energie zijn. De feiten op een rij zetten. En heldere beslissingen maken. Dit is iemand met een plan voor de toekomst. Objectiviteit. En dit is ook een kaart van communicatie. Deze koning kijkt zijn, degene die tegenover hem zit recht in de ogen. Staat voor rechtvaardigheid. Dus ik heb het gevoel dat er een communicatie plaats gaat vinden, weegschaal. Ja, helderheid wordt dan gebracht in een situatie. Je gaat objectief
ergens naar kijken, je gaat een beslissing maken, hoofd over hart. En ik heb het gevoel dat je heel koud kan zijn als het gaat om emoties naar een bepaalde persoon toe. Communicatie, en dit heeft te maken met een einde. Het verlaten van een situatie, emotioneel terugtrekken, een beslissing maken. Want dit maakt je niet gelukkig. Met de kelken 8, afstand nemen en inderdaad healing, je terugtrekken. Je trekt je terug van een situatie. Ondanks dat er sprake is van heel veel liefde die je wellicht voelt. Waarom ligt hier de koningin van staven? Koningin van staven, ja, je gaat beter zorgen voor jezelf. Zelfverzekerder zijn, je weet wat je waard bent met de keizerin. Stier weegschaal energie, dus jullie eigen weegschaal. Je gaat op je troon zitten en weet wat je waard bent. En je wil een situatie die gelijkwaardig is. En je gaat inzien dat dit niet iemand is die jou verdient. Kijk wat we onder op het dek hebben, weegschaal. Een nieuw begin. Passie, liefde, creativiteit, een nieuwe relatie. Je kijkt naar de horizon. Je draait je rug naar het verleden. En je wacht tot je schepen binnenkomen. En dit is een kaart van succes door een wijze planning. En met de keizerin, vooruitgaan, klaarstaan, daadkracht, moed. Om die eerste stap te zetten en klaar zijn om alle obstakels op je pad te overwinnen, die zegen te behalen. Oeh, en het kan zijn dat je te maken krijgt met een keizer. Iemand die, op een gelijk niveau kijkt de keizer en de keizerin. Een match. Nog een kaart voor de koningin van staven. Het kan zijn dat je moeder bent. Want we hebben hier de keizerin. En de koningin van kelken, hele moederlijke energie. Maar de keizerin staat voor de geboorte van een nieuwe relatie. In een liefdesreading. Uitbreiding, groei. En dat is waar je voor gaat met die koningin van staven. Het oordeel. Loslaten van het verleden. Terugkijken met compassie, met vergeving. En een nieuw leven starten. Een nieuw leven starten met die keizerin. De geboorte van iets nieuws. Wauw, en je bent klaar om actie te ondernemen. Ja. Waarom ligt hier de keizerin voor het sterrenbeeld weegschaal? De keizerin. Waarom ligt hier de keizerin? Keizerin. Woehoe. Je beter in je vel voelen. Helderheid. Weet wat je waard bent, zelfverzekerd zijn, jezelf bevrijden van een situatie. En ook jezelf durven zijn. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Je hebt je misschien altijd laten overschaduwen door iemand. Of met de koningin van kelken, iemand die heel zorgzaam is, altijd harmonie wil bewaren, zorgen dat de situatie in balans blijft. Maar je gaat nu vanuit je eigen innerlijke wijsheid de feiten op een rij zetten en beseffen wat je waard bent. En dit brengt ook een soort van opluchting, bevrijding. Het maakt je niet meer uit wat anderen ervan denken met de zonkaart, de positiefste kaart uit het dek. En ik heb het gevoel, dit kan een nieuwe liefde zijn die er binnen gaat komen. Je kunt te maken krijgen met een vuurteken, een ramleeuw, boogschutter. Ja, voor een keuze staan. Een andere richting uitgaan. Je comfortzone durven uit te stappen met de staven 2. En dan hebben we die vijven achter elkaar. Nog terugdenken aan het verleden met de kelken 6 erlangs.
conflict. Maar dit is wat je achter je gaat laten. Met de kelken 6. Het omarmen van je innerlijke kind. Het loslaten van het verleden. Lessen die geleerd zijn meenemen. En dit is ja, terugdenken aan mooie herinneringen. In plaats van aan teleurstelling. In plaats van aan conflict. Je emoties toelaten. En ik heb het gevoel dat je iemand gaat ontmoeten. En ja, dit kan een schorpioen, kreeft, vissen zijn. Dit kan ook een aardeteken zijn. Stier, maar steenbok. Maar we hebben hier ook heel sterk vuurenergie, sterk leeuw. Ja, er komt gerechtigheid, er komt karma in de situatie. En dat heeft te maken met de eigen beslissingen die je maakt, weegschaal. Dan wil ik nog weten, wat is het advies? Wat is het advies voor het sterrenbeeld weegschaal? Wat is het advies van het universum? Wat is uw advies voor het sterrenbeeld weegschaal? En ik krijg ineens een smaak van drop in mijn mond. Dus het kan zijn dat je dropjes aan het eten bent. Geen idee. Wat is het advies voor het sterrenbeeld weegschaal? Kijk, de staven 5. Een uitdaging, conflicten. En dit is ook een kaart van, ga ik inderdaad mijn tijd, mijn energie nog ergens in stoppen, wat eigenlijk een verloren zaak is. Trek aan een dood paard. Maar dit is ook, zie een nieuwe connectie als een gezonde uitdaging. Want dit betekent ook, deze uitdaging kun je overkomen. Heb het zelfvertrouwen. Dit is een uitdaging die je kunt overkomen. Durf het risico te nemen. Nieuw leven. Een schone lei. Je openstellen. Dit is iemand die ook wat naïef kan zijn. Springt van een klif af. Gaat ervan uit. Alles komt goed. Maar het is een hele positieve, optimistische energie. Dus durf die uitdaging aan te gaan. Ja. En kijk. Laat die duivelenergie achter met de kelken 8. Want zodra je wegloopt hiervan, loop je naar de kelken 9. Je loopt naar de zon. En ramenergie. Dus je kunt te maken krijgen met een ram. Met een leeuw. Dus dit is jullie boodschap. Ik zal nog even kijken wat we van de Lovers Oracle voor boodschappen van je persoon, degene aan wie je denkt op dit moment, mogen doorkrijgen. Wat is de boodschap voor het sterrenbeeld weegschaal? Van zijn of haar persoon. Voor de maand april 2023. Wat is de boodschap van de persoon waar weegschaal aan denkt als het gaat om liefde? Als ik terug kon gaan in de tijd, zou ik onze situatie anders aangepakt hebben. Ja, maar we kunnen niet terug in de tijd. Het is allemaal te veel. Ik kan nu niet naar je toe komen. Wat nog meer? Het sterrenbeeld weegschaal. Wat wil de persoon van weegschaal nog zeggen? Ik kan je niets beloven. Nee. Dat klopt. Ik zit vast in visies over ons samen. Don't put up with my BS. Ja, ik zal het woord nou niet uitspreken. Dus, ja, neem geen genoegen met mijn onzin. En dat is ook wat je gaat doen, weegschaal. Je gaat geen genoegen meer nemen met iemand die je alleen het gevoel geeft alleen te zijn. Iemand die leeft voor zichzelf. En dan hebben we hier, ik verlang naar je kus. En ik moet mezelf eerst uitvinden, hebben we onder op het dek. Nou, dat is misschien een beetje te laat in deze reading. Voor degene voor wie het resoneert, geef mijn video een like. Abonneer je op mijn kanaal, mocht je dat leuk vinden. Persoonlijke video's kunnen aangevraagd worden, persoonlijke readingen. Gaat allemaal via de website. De beschrijving staat
onder de video. En ik wens jullie heel veel liefde en licht, weegschaal. Dus tot de volgende keer. Dag!